Hoe kan de afsluitdijk energie opwekken? Dit is de Universiteit van Nederland. Je zou het misschien niet zeggen, maar dit zoute zeewater zit vol met energie. En dat zal ik jullie laten zien met behulp van deze opstelling. Ik schenk het zoute water hier in dit vat. En dit zoete rivierwater schenk ik in het andere vat. En als ik vervolgens deze beide kraantjes opendraai, dan zul je zien dat er elektriciteit geproduceerd wordt. Elektriciteit uit het mengen van zout en zoet water. En op deze manier kan ik dus uit zout zeewater en zoet rivierwater elektriciteit opwekken. Maar schenk ik dit zoute water gewoon zo in dit zoete water, dan gebeurt er helemaal niets. En als ik in de rivier zwem en ik zwem richting een zee, richting de zee, dan merk ik echt niet dat ik harder ga zwemmen op het moment dat ik de zee in zwem, omdat er toevallig energie vrij zou komen. En toch is het zo dat we energie kunnen opwekken uit het mengen van zout en zoet water. Het probleem is alleen dat als ik het zoute water zo in het zoete water schenk, of de zee zo de rivier de zee instroomt, ik dat die energie er niet uit kan halen, ik die niet kan pakken. En ik heb als onderzoeker bij de Universiteit Twente samen met het onderzoeksinstituut Wetsus een technologie ontwikkeld, zodanig dat we met behulp van membranen die energie ineens wel uit het water kunnen halen. En om te begrijpen hoe dat gaat, moeten we eerst even kijken wat er gebeurt als we zout eigenlijk oplossen. Dus als we zeewater maken. En daarvoor heb ik hier een bak met water en een flesje met inkt. En als ik die inkt, als ik een paar druppeltjes van die inkt in dit water schenk, dan zul je zien dat die inkt zich langzaamaan verspreidt door die hele bak met water. Net zo lang tot overal in de bak de concentratie aan inkt, de hoeveelheid aan inkt, overal gelijk is. En als dat eenmaal het geval is, dan stopt het proces. Dan treedt er verder geen menging op. En precies datzelfde gebeurt ook als ik zout oplos in water. Dus als ik zout in deze bak zou doen, zou dat zout zich ook uniform, homogeen, door al het water heen verspreiden. Maar als ik zout oplos, gebeurt er nog iets anders. En daarvoor moeten we kijken naar de moleculaire structuur van zout. En ik heb hier een zoutdeeltje, zou je kunnen zeggen. En dit zout is opgebouwd uit een positief geladen natriumdeeltje en een negatief geladen chloridedeeltje. En als ik dit zout oplos in water, zal het uiteraard door al het water zich verspreiden. Maar er zal nog iets gebeuren. Want wat er gebeurt op het moment dat dit zout in water komt, gewoon keukenzout, dan zal het zich splitsen in twee deeltjes, ionen. Positief geladen natriumion, negatief geladen chloride-ion. En zo zitten deze geladen deeltjes in ons water. En op basis van deze twee natuurkundige wetten, dus dat het zout zich uniform door al het water verspreidt en het feit dat het zout zich op het moment dat het in contact komt met water splitst in twee deeltjes, in twee geladen deeltjes, kunnen we met behulp van membranen elektriciteit opwekken. En jullie weten misschien nog wel van de middelbare school, elektriciteit, dat was iets met plus en min, had iets te maken met lading. En zie hier het verband tussen ons zout, een positief geladen deeltje en een negatief geladen deeltje, en de elektriciteit. En om uit te leggen hoe dat nou precies werkt, hoe we nou in deze opstelling elektriciteit kunnen opwekken, gebruik ik deze demonstratie. Dit zijn twee membranen. En in dit compartiment vul ik met zout zeewater. Deze twee compartimenten vul ik met zoet rivierwater. En dat zout dat hier in dit water zit, dat voelt als het ware dat hier zoet rivierwater zit.
En aan deze kant ook. Dus wat dat zout wil doen, is wil zich verdelen over al het water. Dus het zout wil ook van hier naar die kant gaan. Maar op de weg naar het zoete water toe, komt dat zout die membranen tegen. En die membranen zijn een soort filters. Heel ingenieuze, bijzondere filters, die niet zomaar alle deeltjes doorlaten. Want door deze membranen kunnen geen waterdeeltjes heen. Hier kunnen alleen zoutdeeltjes doorheen. En nog specifieker, dit membraan, dit filter, is negatief geladen. En wat er dus zal gaan gebeuren, is dat dit positieve natriumion uit het zout aangetrokken wordt door dit negatief geladen membraan. Tegelijkertijd, dit negatief geladen chloride-ion uit het zout wordt juist afgestoten door dit membraan. Maar dit negatief geladen chloride-ion wordt weer aangetrokken door dit membraan dat positief geladen is. Plus en min trekt elkaar aan, plus en plus stoot elkaar af, min en min stoot elkaar af. Dus wat er zal gaan gebeuren, die geladen zoutdeeltjes die hier in dat zeewater zitten, die zullen als het ware door het membraan heen zo naar de rivierwaterkant gaan. We bewegen dus eigenlijk lading van de ene kant naar de andere kant. En op die manier hebben we dus eigenlijk een batterij gemaakt. En op precies dezelfde manier doen we dat in deze demonstratieopstelling. Hier in deze stack, zoals we dat noemen, zitten die membranen. En ik heb daar een voorbeeld van. En dan is het natuurlijk zo dat er komt geen zout uit je stopcontact, uiteraard. Dus wat we uiteindelijk doen, hier aan het uiteinde van deze membranen, voeren we een chemische reactie uit die het transport van die zoutdeeltjes uiteindelijk omzet in elektriciteit, zoals die uit ons stopcontact komt. Dan kun je je voorstellen dat we met één zo'n membraan, of twee van deze membranen, niet zo heel veel elektriciteit kunnen opwekken. En ik heb hier zo'n membraan in werkelijkheid. Dit zijn de membranen die we gebruiken om elektriciteit op te wekken uit het mengen van zout en zoet water. Eigenlijk een soort plastic velletje lijkt het bijna. En zodra ik dat in water doe, wordt het dus positief geladen ofwel negatief geladen. En die membranen die zet ik ze zo naast elkaar eigenlijk. Het zoute water, het zoete water, het zoete water. En met twee van deze membranen kan ik niet zo heel veel elektriciteit opwekken. Dus ik zet een heleboel van deze membranen naast elkaar. En als ik 40 van deze membranen naast elkaar gezet heb, dan kan ik net zoveel elektriciteit opwekken als zich in deze batterij bevindt. Nou lijkt dat misschien niet zo heel erg veel, maar in werkelijkheid zijn de membranen natuurlijk niet deze afmeting, maar zijn ze vele malen groter. In dit geval heb ik hier tussen deze membranen ongeveer 1 centimeter. In werkelijkheid zitten die membranen ontzettend dicht op elkaar. De afstand tussen die membranen is de dikte van 1 mensenhaar. Dus in werkelijkheid zitten die membranen heel dicht op elkaar. En aan de ene kant van elk membraan stroomt zoet water. En aan de andere kant zout water. Zoet water, zout water, zout water, zout water, zout water, zout water. En op die manier kan ik dus heel veel meer elektriciteit opwekken. En zo'n stapel van die membranen, dat noemen we een stack, zoals dat heet. En dit is die stack, je ziet hier ook een plaatje van op de achtergrond. Dit is die stack en tussen deze twee perspexplaten zit een hele stapel van dit soort membranen. En op die manier kunnen we dus elektriciteit opwekken. Deze vorm van elektriciteit noemen we blauwe energie. Blauwe energie, omdat het energie is uit water. En in dit geval uit zout zeewater en zoet rivierwater. En het bijzondere van deze technologie is dat het een heel duurzaam proces is. Want als we naar de waterkringloop kijken, en die zien jullie hier achter mij verschijnen, als we naar de waterkringloop kijken, dan is het zo dat de warmte van de zon, die verhit het zeewater, het water verdampt, wordt via de wolken getransporteerd naar het land. Het gaat regenen, het gaat sneeuwen, dus het water valt in de vorm van neerslag weer neer op de aarde. Uiteindelijk komt al dat water samen in de rivier en vervolgens stroomt die rivier de zee in. Dat is het natuurlijke proces. En precies op het punt waar die rivier de zee instroomt, daar plaatsen we onze blauwe energiecentrale en kunnen we elektriciteit opwekken.
En we onderbreken op die manier niet het natuurlijke proces. Het enige wat we doen is de energie die toch al vrijkomt bij het mengen van zout en zoetwater. Die energie halen we eruit met behulp van membranen. En het mooie hiervan is dat het ook nog eens een continu proces is. Want we zijn niet, zoals bij windenergie, afhankelijk van of de wind waait. En we zijn ook niet afhankelijk van of de zon schijnt, zoals bij zonne-energie. Want een rivier stroomt continu 24 uur per dag de zee in. Dus op deze manier kunnen we 24 uur per dag elektriciteit opwekken. Nu vraag je je misschien af, hoeveel elektriciteit kunnen we dan eigenlijk wel opwekken? Recentelijk is er hier in Nederland, op de Afsluitdijk, de allereerste blauwe energiecentrale neergezet. En in die centrale wekken we energie op uit het mengen van het zoete water uit het IJsselmeer en het zoute water uit de Waddenzee. En de Afsluitdijk is een ideale plek daarvoor, want we hebben een hele strakke scheiding tussen aan de ene kant het IJsselmeer en aan de andere kant de Waddenzee. En op die manier kunnen we dus heel gecontroleerd het zoete water naar het zoute zeewater laten stromen. En bij die installatie op de Waddenzee, op de Afsluitdijk, staan ongeveer 400 vierkante meter membranen. Dus geen velletjes van 10 bij 10 centimeter meer, maar veel groter. Op de Afsluitdijk zijn het membranen van ongeveer 1,5 meter hoog en 50, 60 centimeter breed. En die velletjes zijn allemaal op elkaar gestapeld en vormen net als hier die stek. En per uur wordt er in die installatie 220.000 liter zoetwater uit het IJsselmeer en 220.000 liter zoutwater uit de Waddenzee gebruikt om elektriciteit op te wekken. Dit is de eerste stap om te bewijzen dat datgene wat we in het laboratorium ontwikkeld hebben ook daadwerkelijk werkt in de praktijk. Dat we daadwerkelijk energie kunnen opwekken uit het mengen van die twee typen waters. En dat blijkt inderdaad te kunnen. Maar het blijkt niet zo eenvoudig om direct alles te vertalen wat we in het laboratorium hebben gedaan, om dat direct te vertalen naar wat er op de Afsluitdijk gebeurt. Want een van de eerste dingen waar we tegenaan liepen toen we op de Afsluitdijk die experimenten gingen doen en gingen kijken hoeveel energie we nou eigenlijk konden opwekken, was de aanwezigheid van kokkels. En wat gebeurde er? Die kokkels die hechten zich vast op de waterinvoer. En het hele oppervlak, de hele pijpleiding waar het water door de installatie in zou moeten gaan, was volledig bedekt met kokkels. En dat klinkt natuurlijk allemaal nogal triviaal en allemaal simpel. En dat had je eigenlijk van tevoren kunnen voorzien. En achteraf zeg ik, ja, dat hadden we inderdaad kunnen voorzien, maar is helaas niet gebeurd. Dus het was meteen al, in de eerste paar minuten hebben we elektriciteit opgewekt, maar al na een paar dagen bleek dat heel moeilijk. Dus we hebben de waterinlaat moeten veranderen door net iets ander materiaal te kiezen, zodanig dat die kokkels zich niet langer op die waterinlaat konden hechten. En dat is gebeurd en op dit moment wordt er ook volop elektriciteit opgewekt op die centrale. Maar er spelen nog een paar dingen. Iets wat we in het laboratorium natuurlijk ook niet kunnen zien, want daar gebruiken we kunstmatig zeewater. Dus we nemen gewoon keukenzout en we lossen dat op in water en daar doen we onze metingen mee en daarmee wekken we elektriciteit op. In werkelijkheid bevat dat water natuurlijk ook nog allerlei algen, bacteriën, kalkdeeltjes, noem maar op. En al die rotzooi in het water, die zet zich allemaal af op de membranen. Dus in plaats van zo'n heel mooi schoon velletje, heb ik na een paar dagen een velletje volledig bedekt met een bruine slijmerige massa. En je kunt je voorstellen dat dan de hoeveelheid elektriciteit die ik nog kan opwekken veel minder is dan als ik zo'n prachtig schoon oppervlak heb. En tenslotte, in de natuur blijkt dat het zout in de zee helemaal geen keukenzout is. Ja, er zit wat keukenzout zit erin, maar er zit ook nog een heleboel andere zouten in. En het vervelende is dat gebleken is dat die andere zouten juist een negatief effect hebben op de hoeveelheid elektriciteit die we kunnen opwekken. En we zijn dus nu aan het proberen om membranen te maken die A, niet zo gevoelig zijn voor vervuiling, zodanig dat al die bacteriën zich bijvoorbeeld niet kunnen hechten op die membranen. En B, membranen te ontwikkelen die alleen reageren op keukenzout. En die geen invloed ondervinden van al die andere zouten die zich ook in dat water bevinden. En dat doen we door de chemische samenstelling van die membranen wat te veranderen. Misschien net iets meer lading erin aan te brengen, iets meer positief of iets meer negatief te maken. En op die manier denken we dat we in de toekomst op de Afsluitdijk voor ongeveer 800.000 inwoners elektriciteit zouden kunnen opwekken.
En als we naar de Rijn kijken, daar waar de Rijn hier in Nederland de zee in stroomt, dan zouden we daar 80% van de elektriciteitsbehoeften in Nederland mee kunnen voorzien, mee kunnen opwekken. Dus met de Rijn alleen kunnen we 80% van onze huishoudens voorzien van elektriciteit. En op die manier denken we dat we in de toekomst zeker 5-10% van het elektriciteitsverbruik wereldwijd kunnen opwekken uit het mengen van zout en zoet water.